inspireren. In de eerste plaats wil ik natuurlijk Marjantine hartelijk uitnodigen voor vanavond en danken dat ze hier aanwezig is. Bestuursvoorzitter van de Partij van de Dieren en voorzitter van de Tweede Kamer, fractie. Wat ze ooit heeft geschreven, het gelijk van de dieren en het geluk van de mensen. Aan mijn linkerhand, voor jullie rechts, Marcel Becker, 1961 geboren, ik mag het zeggen. Faculteit wijsbegeerte Radboud Universiteit van Nijmegen. Studeerde eerst geschiedenis en later wijsbegeerte de Universiteit van Nijmegen. In 2001 heeft hij een mooi boekje geschreven ook, over de ethiek als dienstmaagd van winstgevendheid. 2004, de authenticiteit, het authenticiteitsideaal, historische wortels en hedendaagse betekenis. Mensen die ik heb uitgenodigd eigenlijk vanuit, ieder vanuit zijn hele specifieke vakgebied. De politiek, de filosofie, de ethiek van de filosofie. En ik mag hier zijn vanuit beeldende kunst. Een periode is van zeker de 20e eeuw, waarbij nog nooit eerder in de geschiedenis zo massaal dieren zijn misbruikt en zijn gedood als in de 20e eeuw. En dat in de 21e eeuw lijkt door te gaan, maar waarvan ik het hele sterke vertrouwen en het vermoeden heb dat dit nou juist de eeuw van de bevrijding van het dier zal worden, waarbij het dier een waarde op zichzelf heeft. En dat alles wat wij hier zien, en dat moest ik nog wel denken aan de titel van, deze tentoonstelling, dat als ik kijk naar wat ik zie, wat er allemaal staat, dan is eigenlijk de titel De aard van het beest, die zou ik dan veranderen in De aard van de mens. Omdat het veel meer zegt over mensen, hoe mensen kijken naar dieren, en wat het zegt over hen zelf, dan wat het zegt over het dier. De aard van het beestje, dat is eigenlijk de Nederlandse uitdrukking die we ooit eens verzonnen hebben. En dat slaat natuurlijk altijd op die mens. Ja. Dus in die zin heb je hem goed begrepen, want wij maken van een uil een slimme vogel. Wij maken van een gans een domme koe. Ja. En van een vos een sluwe man. Dus het gaat, wij mensen beoordelen iets van een dier met onze eigen perceptie. En de aard van het beest gaat natuurlijk over onszelf. Het meest bijzondere vind ik die vos, die zo vrij rechtop staat en die een hele actieve en denk ik wel libidineuze indruk maakt. Die vos die wil veroveren. En die wil een vrouwtje veroveren. Dat is een mannetjes vos, dat is heel duidelijk te zien dat het een mannetje is. En die wil veroveren. Dat vind ik heel bijzonder. En ik wou dat een beetje koppelen aan wat ik sowieso in deze tentoonstelling erg sympathiek vind. Dat is, we zitten nu in het Darwinjaar. En Darwin staat voor heel veel mensen symbool voor het de mens pesterig laten merken dat hij eigenlijk bestiaal is. Dat hij eigenlijk een dier is. De kunstenaars die hier vertegenwoordigd zijn, met wat voor soort bewustzijn ze een handreiking willen doen. Een varken, een klapergoud varken van Guido Gehlen die hier staat. Wat de boord is vol met gaten, waar weer kleine speelgoed gouden beestjes op staan. Dat zegt iets over het zicht van deze kunstenaar op de wereld hoe wij met een varken omgaan.